We hebben verschrikkelijk veel aanscholvers. En is het vooral de kunst om je goed te laten voeden? Ik zal altijd aangezien worden als het zusje van Jan Smit. Eigenlijk moet, maar goed, ik vraag altijd uitstellen. Ja, en dan zag je echt die haai wegzwemmen. Ik werd niet gevraagd voor film en televisie, zo eenvoudig is het. Welkom bij het Gesprek uit de Regio. Vandaag zijn we in het Vondelpark in Amsterdam. En het komende kwartier praat ik met Menno Pot. Menno, jij weet alles van Ajax en jij weet alles van muziek. Of overdrijf ik nou? Dan overdrijf je heel erg. Ik ben een van de vele mensen in Nederland die van beide onderwerpen iets meent af te weten. Ja. En het verschil is misschien dat ik van beide mijn werk gemaakt heb. Je hebt van je hobby en van je passie eigenlijk je werk kunnen maken. Ja, ja. Vertel eens, je bent eigenlijk vooral bekend geworden door dat boekje wat je hebt geschreven, vak 127, over Ajax. Kunnen we even kort uitleggen waar dat boekje over gaat? Nou, dat is een roman die ik geschreven heb, een aantal jaren geleden alweer, over hoe het is om fanatiek supporter van een voetbalclub te zijn, in dit geval Ajax. En het boek gaat eigenlijk ook, het is een verhaal over vier jongens van ongeveer mijn leeftijd, net boven de 30. Die te maken krijgen met vervelende dingen als volwassen worden en verantwoordelijkheden krijgen. En hoe dat vriendschappen beïnvloedt, daar gaat eigenlijk het verhaal over. Het gaat niet zozeer over voetbal, hè? Er komen heel weinig wedstrijdfragmenten in voor, om het maar zo te zeggen. We hebben het ook in de markt gezet toen als een voetbalboek zonder voetbal. En dat klopt ook wel, want er komen heel weinig uitslagen en dat soort balomwentelingen in voor. Ja. Het gaat vooral over de vier jongens en hoe hun vriendschap zich ontwikkelt. Was je heel erg verrast door het succes van je boek? Ja, dat was ik wel. Ik had wel gedacht dat veel Ajax-supporters het leuk zouden vinden. Maar als je voor het eerst een boek schrijft, het was mijn eerste boek, dan heb je eigenlijk geen idee wat je er precies van moet verwachten. En ik weet nog heel goed dat toen de eerste druk uitverkocht was, al na twee weken, toen dacht ik van, het eerste wat ik dacht was, goh, dat blij, want nu kan ik in ieder geval niet meer afgaan. Ja. Ik zag het al helemaal voor me dat ik te horen zou krijgen na een jaar van, nou gefeliciteerd meneer Potten, zijn 26 exemplaren verkocht. En toen het zeker was dat het in ieder geval niet zoiets zou zijn. Vanaf dat moment vond ik het allemaal geweldig leuk. En ik heb er verschrikkelijk, het heeft me heel veel gebracht. Leuke reacties, veel... Je hebt eigenlijk een nieuw genre neergezet, voetbalroman. Ja, nou weet je, dat genre is niet nieuw. In Engeland bijvoorbeeld is het al heel lang heel gebruikelijk om vanuit een soort supporters jongensachtig standpunt over voetbal te schrijven. Maar in Nederland gebeurt het betrekkelijk weinig, ja. In Nederland hebben we wel hard gras. Dat is heel mooi schrijfwerk over voetbal. Maar dat gaat heel erg over het spel zelf en over de cultuur van de sport. Over de clubs en over vooral ook hoe het vroeger was. Ja. Maar echt een soort rauw verhaal in het nu over jongens van de straat. Dat was in Nederland nog niet echt gedaan. En wat dat betreft heb ik wel iets gedaan wat in Nederland nog niet veel was voorgekomen. In hoeverre is het boek geïnspireerd ook door echte personages uit jouw leven? Want je hebt natuurlijk wel dezelfde leeftijd als de hoofdpersonen. Ja, het is typisch. Kijk, zonder mijn eigen supporterservaringen en zonder mijn eigen vriendenkring en mijn eigen leven had ik het nooit kunnen maken. Ja. Dus het ligt dicht bij me. In die zin, maar het zijn wel fictieve karakters. Ik heb eigenlijk vier min of meer universele voetbalsupporters gecreëerd. Het is ook een fictief verhaal. Er gebeuren dingen in die niet echt waar zijn. Maar er zitten wel ervaringen, reisjes naar het buitenland en grappige voorvallen in die wel echt zijn. Dus het is een beetje een soort, sla je eigen leven aan scherven en maak daar iets nieuws van, zoiets. Nu moet ik je heel eerlijk bekennen. Ik ben vorige week voor het eerst in mijn leven in een voetbalstadion geweest. Ik begrijp helemaal niks van voetbal. Kun je dat begrijpen dat iemand er helemaal niks van begrijpt? Ja, dat kan ik. Je bedoelt, je begrijpt niet wat iemand er leuk aan vindt om dat mee te maken? Ja, of? Ik vind het even leuk om te zien, even de sfeer proeven. Maar daarna, na vijf minuten, heb ik zoiets van, ik vind het wel best. Ja, ja. Nou kijk, dat kan ik me heel goed voorstellen, want... De afgelopen 10 jaar heb ik bij Ajax ook heel vaak gedacht van wat vind ik hier eigenlijk leuk aan. Dus dat is een... Het is vooral, als je mijn boek leest, dan lees je daar ook wel uit dat het ook iets te maken heeft met... Het is een excuus om je vrienden regelmatig te blijven zien. Dat is voor mij een heel belangrijk ding. Ja. Die vriendschappen die veranderen als je ouder wordt. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. Ja, normaal gesproken hebben vriendschappen de neiging als jongens over de 30 worden. Hè, dan krijg je serieuze banen, je krijgt relaties, misschien kinderen, dat soort dingen. En voor je het weet
zie je elkaar nog eens in de 3 maanden. En moet je elke keer om af te gaan spreken met de agenda. Daar zit je zelf ook een beetje mee, in je eigen leven, dat je zoiets hebt van... Dat merk ik om me heen. En Ajax is een excuus om je vrienden 1 keer in de week te blijven zien. Dat is wel interessant. Dus dat is een mooie kant. De sociale functie van Ajax. Ja. En er komt een stuk elementaire clubliefde bij kijken. Je raakt verslingerd aan zo'n club, wordt daar verliefd op, wordt verliefd op het sfeertje. Zo'n vol stadion en de manier waarop je 90 minuten voetbal beleeft met z'n allen. En dat is heel verslavend. En wat is nou jouw mooiste voetbalmoment, wat jij je kan herinneren? Waar ik zelf bij was? Nou ja, heel euforisch en voor de hand liggend is de dag waarop Ajax de Champions League won. Was je ontroerd? Ik heb liggen janken als een kind. ja, dat zijn dingen, ja. Samen met je vrienden misschien? Ja, absoluut. Ja. Ik was student toen. Ik was dat seizoen naar zo goed als alle wedstrijden geweest in de competitie. Uit en thuis en een aantal in het buitenland. En juist toen Ajax de finale haalde, was mijn geld op. Dus ik kon niet naar Wenen. Ik heb tv gekeken. Maar die avond vergeet ik nooit. Ja, dat zijn momenten van grote euforie die je dan toch maar door zo'n club gegeven worden. Kun jij overweg met mensen van Feyenoord? Ja hoor. Dat. Kijk, het hangt er een beetje vanaf. Als ik in een stadion zit bij Ajax Feyenoord, dan kan ik de rivaliteit en ook wel meer dan dat, kan ik heel goed voelen. Ja. Het is heel gemakkelijk om gevoelens van afkeer en rivaliteit en misschien zelfs haat te projecteren op een vak vol vijanden aan de overkant. Nou, het is wel bijzonder. We zijn in Amsterdam en er rijden hier gewoon tractors rond. Ja, nou ja, zie je? Dat is ook, het is een stad waarin iedereen makkelijk integreert. Dus ja. De agrariërs ook. Ja. Hey, ik wil het ook even hebben over jouw andere passie. Ja. Muziek. Heb je ook je werk van kunnen maken? Want jij bent, ja, je hebt heel veel mensen geïnterviewd in de muziekwereld. Voor de Volkskrant onder andere. Ja. Hoe heb jij van jouw hobby jouw werk kunnen maken destijds? Nou, dat is begonnen toen ik studeerde. Ik studeerde culturele studies aan de UvA. Dat, vraag me niet wat het is, want dat weet ik zelf ook nog niet. Nog steeds niet wat het eigenlijk precies betekende, die studie. Maar toen ik dat deed, heb ik me gewoon aangemeld bij een muziekblaadje of ik daarvoor kon gaan schrijven. Ja. En dat was aanvankelijk bijna voor niks. Het blaadje heette What, met dubbel T. Dat bestaat al lang niet meer. En dan mocht ik artiesten interviewen, dan kreeg je... Ik weet niet eens meer wat, maar ik denk 50 gulden of zoiets voor een artikeltje. En ik kon gratis naar concerten en ik mocht cd'tjes bespreken en die mocht ik dan houden. Dus daar ging het allemaal om. Nou, en zo ben ik daarin terechtgekomen. Dat heb ik ruim een jaar gedaan. En precies toen dat blad over de kop ging, kreeg ik te horen dat de Volkskrant op zoek was naar een popmedewerker. Want er was er daar net eentje vertrokken. En toen heb ik me aangemeld en daar kon ik beginnen. Ja. Wat zijn nou jouw mooiste interviews geweest? Met welke artiesten of welke bands? Nou kijk, er is een verschil tussen wat een heel mooi interview is, het zijn er heel veel geweest, en artiesten die voor mij persoonlijk iets betekend hebben. Ik heb een aantal jaar geleden bijvoorbeeld een interview met Ray Davies gehad, de frontman van The Kinks, die je misschien wel kent. Dat was een man, met zijn muziek ben ik min of meer opgegroeid, uit de platenkast van mijn vader. En dat betekende iets voor mij. Ja. Het was ook een vreemd interview, want het zou plaatsvinden in een studio waar we rustig konden gaan zitten. Maar de man was erg ongedurig, dus uiteindelijk zijn we gaan autorijden door Londen. En daar heb ik met hem zitten praten. Hij achter het stuur, ik ernaast. Ja. En dat was een heel aparte, maar heel geslaagde setting voor dat gesprek. Hij heeft ook een mooi artikel opgeleverd toen. Ja. Nou, dat zijn de dingen die je niet vergeet. Heb je ook zoiets van dat de muziek nu net zo vernieuwend kan zijn als bijvoorbeeld in de jaren 60 of in de jaren 70? Nou, vernieuwend is altijd een moeilijk begrip. Maar het kan wel net zo goed zijn als toen. Sterker nog, is het ook. Elke generatie heeft... Wat is goed natuurlijk, hè? Kijk, we kunnen wel heel objectief zeggen, vrij objectief, dat gewoon in de jaren 60 toch bepaalde muziekstromen op gang zijn gezet. Jimi Hendrix met zijn gitaarspel, wat daarna niet meer is evenaard. Ja, dat zie je misschien nu op een hele andere manier in de muziek. Ja, nou goed. Ja, speelt ze steeds meer af in de studio's waar producers het aan elkaar mixen, heb ik het idee. Ja, dat is een vooroordeel. Daar ga ik niet mee. Nee, het creatieve proces is van alle tijden en dat is ook in alle tijden even bijzonder gebleven. Met Jimi Hendrix noem je wel een heel bijzondere figuur, omdat hij in veel opzichten muziek maakte wat echt nog niet had plaatsgevonden. Maar ook heel veel van de heilige artiesten van vroeger deden iets wat al eerder uitgevonden was. En daar gaat het ook niet om bij popmuziek. Of het allemaal vernieuwend is, dat is niet het belang. Het wordt heel erg opgelegd misschien, hè? Door de media misschien wel.
Ja, en ik wil gewoon, ik vind popmuziek op zijn mooist en op zijn sterkst als je het gevoel hebt dat het op de een of andere manier een jeugdcultuur verklankt. En dat, dat je het gevoel hebt van dit is muziek die op dit moment in de tijd heel relevant is en nu iets betekent voor een bepaalde groep mensen. Ja. En die schoonheid. Maar heb je het dus eigenlijk alleen over jongeren die zich daarin vinden in de muziek? Nou, dan is muziek op zijn levendigst. Als een jonge generatie zich gepakt voelt door een bepaald geluid, wat echt over hun leven gaat en waar ze, ja, wat ze echt het belangrijkste van alles vinden, dat vind ik prachtig om mee te maken. Maar het betekent toch niet dat als je ouder wordt, dat je de muziek minder intens gaat beleven? Dat denk ik wel. Ja? Ik kan nog altijd heel erg van muziek genieten. En mijn vader bijvoorbeeld kan ook nog altijd verschrikkelijk van muziek genieten. Maar ik denk dat er voor de meeste mensen niks gaat boven de tijd waarin ze 16, 17, 18 waren. En dat je gewoon echt het idee hebt dat een Bob Dylan of een Sex Pistols of een Nirvana in mijn geval, ja, dat de wereld gaat veranderen. Op latere leeftijd ga je toch onherroepelijk ontdekken dat niet het geval is. Ik proef er dan toch uit dat jij er niet blij mee bent dat je ouder wordt. Zowel uit jouw Ajax-verhaal als uit jouw muziekverhaal. Nou, en toch is dat niet zo. Kijk, ik weet van toen ik zelf 17 was, ja, weet ik nog heel goed dat ik het gevoel had dat grunge, dus het genre waar ik toen heel erg in heb ondergedompeld. Had je toen ook van die lange haren? Ja, kistjes, gescheurde spijkerbroeken, flanellen blouses en dat soort dingen. Maar ik had het idee, dit is anders dan alles wat er ooit geweest is en dit gaat de wereld veranderen. En later ontdek je natuurlijk dat onzin is, want het is niet zo. Hoe kan grunge de wereld veranderen? Dat kan niet. Maar dat geloof je op die leeftijd. Hè? Dat, ja, is de kracht van die muziek op die leeftijd. Op dat delicate punt in je leven. Ja, want het enige wat de wereld misschien ooit heeft veranderd is rock'n'roll? Ik denk niet dat muziek ooit de wereld veranderd, nee, heeft. Nee. De muziek heeft eigenlijk een kroniek geschreven van hoe de wereld veranderde. Maar dan is dus eigenlijk oorzaak en gevolgen omgedraaid. Ja. Maar misschien moeten we het ook niet willen. Nee, nou ja, ik denk dat muziek daar de kracht niet voor heeft, maar muziek heeft wel verbeeldingskracht en kan voor mensen een tijdvak typeren. Ja, wat is jouw meest favoriete nummer ooit? Een nummer zou ik je niet kunnen zeggen, maar nou ja, misschien ook wel. Ik denk dat destijds in 1991 Smells Like Teen Spirit, de doorbraakhit van Nirvana. Dat is denk ik het nummer wat bij mij er het hardst is ingeslagen van allemaal. Dat wil niet zeggen dat ik het allermooiste liedje vind, want dat is nog veel complexer om te benoemen. Maar dat heeft mijn muzikale smaak en ook voor een gedeelte denk ik mijn persoonlijkheid bepaald op dat moment. Zoals een ander dat misschien met The Times They Are Changing van Bob Dylan had. Hoe heeft het dan je persoonlijkheid bepaald, die muziekstroom? Dat heeft mij beïnvloed in die zin dat ik op dat moment me totaal heb gecommitteerd aan de alternatieve kant van het popaanbod. En dat ik me daardoor dus ben gaan identificeren met de tegenstroming. Dat je durft om anders te gaan denken? Ja, ik denk dat het me daarin gestuurd heeft. Ja, je kunt als je op die leeftijd misschien een hele goede wielrenner bent, dan ga je je op wielrennen storten en denk je verder niet al te veel over popmuziek na. Nou, dat is mij niet overkomen. Ja. Ik ben in die popmuziek beland en dat heeft me denk ik die kant op gezogen. En alleen al dat ik nu over popmuziek schrijf, dat was zonder Nirvana niet gebeurd. Dat weet ik zeker. Ja. Hey, Menno, je bent nu ook bezig aan het schrijven. Wat voor boeken ben je nu mee bezig? Ik werk op dit moment aan een boek over voetbal weer. Ja. Dat wordt een heel ander soort boek. Het wordt geen roman, maar wel over voetbal. Een non-fictieboek over derbies in Nederland. Derbies? Derbies zijn zeg maar burenruzies in het voetbal. Hè? Okay. Clubs die dicht bij elkaar liggen, geografisch gezien, en daardoor gevoelens van rivaliteit tegen elkaar hebben. En je andere boek? Daarna komt weer een roman. En dat moet nog een beetje geheim blijven. Want het gaat niet over voetbal, het gaat ook niet over muziek. Het wordt heel wat anders. Ja. Maar dan zijn we ook nog wel even. Dan hebben we het niet eens over 2009, denk ik, maar eerder over 2010 dat okay, gaat komen. Hey Menno, ons kwartiertje zit er bijna op. Mijn laatste vraag. Wat is nou jouw levensmotto? Waar doe je het allemaal voor? Nou, mijn levensmotto, dat moet toch wel pluk de dag zijn. Gewoon zorg dat je dingen doet waar je lol in hebt en waar je hart ligt. Oké, okay, een goede afsluiting. Carpe Diem. Hartstikke bedankt voor dit gesprek.